Yo, alle grootste Nintendo-fans van Nederland. Welkom bij een nieuwe Miitopia-video. Ik heb jullie comments gelezen over wie jullie het beste team vinden. En eigenlijk zeggen heel veel mensen dat ik Zucker moet inwisselen voor Mario. Ik ga dan ook gelijk een nieuw kledingstukje voor Mario kopen. Dit doet niet zo heel veel. Maar weet je wat? Alle kleine beetjes helpen. We gaan natuurlijk alleen het effect dragen, zodat hij er als Mario uit blijft zien. En Zucker die wil een nieuwe pan. De titanen koekenpan. Wow, die ziet er echt dik episch uit. Ja, en die brengt de aanval echt vet ver omhoog. Dus die ga ik ook gewoon kopen voor Steve. Want dan worden team Steve, Rikachu, Red en Mario. Ik ga de teampje ook flink laten eten. Alsjeblieft, Mario. Geniet ervan. Lekker hoor. Even kijken of Red een tornado limonade wil. Ja, dat vindt hij zeker lekker. En een kobold donut. Oh, dat dan weer minder. Ik zelf neem wel even een kobold donutje. En weet je wat, een bottenbiscuitje erbij. En dan zoeken we Steve. Die krijgt nog even een koubom. Lekker, dude. Hier, neem er nog één. Geniet ervan. Want volgens mij zijn we bijna aangekomen bij de Duistere Vorst. Nou heb ik ook nog 84 game tickets. Wat zou beter zijn? Zullen we voor roulette gaan? Ik weet niet of dit nou de allerbeste keuze is. Want nou ja, we krijgen wel een biljartbal als wapen. De biljartbal is denk ik van Shadow. Ja, kijk, die is inderdaad van Shadow. En daarmee gaat zijn aanval wel omhoog. Ja, best wel veel van jullie zeiden ook dat Shadow eigenlijk wel goed was. Dus ik twijfelde nog wel met Shadow. Ja, ik kan hier ook ervaringspunten winnen. Dat is eigenlijk best wel chill. Dus eigenlijk moet hij in het blauw komen. Nou ja, uitjes wonnen ook prima. Ja, hier kan ik een hele video over vullen. Maar ja, ik weet niet of dat zo leuk is om naar te kijken. Nog eentje dan? Oh ja, ervaringspunten. Let's go. Lekker. Nee! Hoe dan? Ik ga net zo lang door tot ik een keer XP krijg. Ik krijg alleen maar bananen. Ja, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ja! Ik heb ervaringspunten! Maar hoeveel is dat dan? En krijgt iedereen dat dan? Nee, die moet ik aan één iemand geven. Ja, die moet ik dan sowieso even aan Mario geven. Hoeveel punten zijn dit? Oh, 2924. Ah, dat zijn er best veel. Oh, dit is best nice. Oké, ik blijf dit even doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan laat ik aan jullie zien welk level iedereen is. 1 hour later. Zo, hè. Al mijn game tickets zijn op. En mijn uitjesbonden zijn op. En Steve, Red, Mario en ik zijn allemaal level 20 in friendship van elkaar. Yeah. Oftewel, we zijn er helemaal klaar voor. Oh, kijk hoe mooi daar bovenin. Al die roze hartjes. En iedereen is blij met elkaar. En oh ja, Steve, Red en Mario zijn level 16 en ik ben level 17. Let's go! En vergeet niet om je duimpje omhoog te doen en te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wil en als je dit vet vindt. En dan gaan wij kijken hoor. Is de Duistere Vorst hier aanwezig? Hier is die nog niet. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe we het ervan af gaan brengen tegen dit soort gasten. Kijk, Mario is erbij. En Mario die heeft echt van die OP moves. Kijk dan. Lekker. Nou ja, oké, het kan nog wel wat sterker. Ik denk dat de wapens eigenlijk van Mario, dat die nog een beetje sterker moeten worden. Mario die helpt Steve, dus dat is super chill. Ja, en ik moet wel zeggen, het zijn nog steeds wel goede vijandjes. Maar ik denk dat ik ze toch kapot ga maken met mijn snuifactie met Epona. Lekker. Alle drie in één keer weg. Ze hadden geen kans, jongen. Go, go, Epona. Waar is de freaking Duistere Vorst? Is die boven of is die beneden? Ik ga voor boven. Ik ben zo benieuwd of ik sterk genoeg hiervoor ga zijn, hè. Steve die roept Mario even bij hem. En oh, die krijgt even een MP-snoepie. Nou, eet smakelijk. Geniet er lekker van. Moeten we weer kiezen boven beneden? Ik ga gewoon weer boven. Ik ga oranje boven. Nederland is er dan wel uit de EK. Maar nog steeds oranje boven. Let's go. 3 game tickets weer in de pocket. En wat gebeurt hier? Zit er iets op mijn gezicht of zo, zegt Mario. Steve zegt, ja zeker. En hij zat zich te ergeren en nu zijn ze betere matties. Nou, dat gaat lekker. Jullie zeiden ook dat de maximale friendship level 99 is. Maar hoe moet je ooit bij friendship level 99 komen? Hoe doe je dat? En wat is het voordeel als je dat doet? Dat vraag ik me ook af. Ik bedoel, we zijn nu op level 20 met z'n allen. En dit is al best wel oké volgens mij. Ik ga eens even wat hyperstrozel gooien op Steve en op mij. Let's go, Steve en ik. Let's go. Smack ze kapot. Come on, Steve. Oh, wacht even. Auw. Ik kan niet kiezen. Ik kan alleen smacken. Ze helpen me. Mario en Steve helpen me. Hoppakee. Lekker hoor. En Red die doet even een flikvlak. Kijk hoe gaan, jongen. Heel sick. Mario gaat even samen met Red een move doen. Ja, kijk, dit is dus het voordeel dat ze allemaal zo hoog friendship level zijn. Dan gaan ze elkaar helpen. Dat is echt heel nice. Deze doet best wel pijn. Oh, ik heb Red per ongeluk in mijn hypermodus gebracht. Dat wou ik helemaal niet. Ik wou gewoon HP-strooisel gunnen. Pak hem!
Oké, dat was hem. Lekker. Herbergie, kom maar. Oh, kijk deze relaties. Relaties waar we niet zo heel veel aan hebben, want deze characters gebruiken we eigenlijk niet echt. Dus even kijken, wie wil er wat nieuws? Ik wil wat nieuws en ik ga mezelf dat gunnen, want ik heb ondertussen 40.000 monies. Lekker, een sterrenbladje erbij. Ja, die gaan we nemen. Lekker. Oh, die past echt supergoed bij mijn outfit ook. Nice. En Luigi en Zelda willen ook wat, maar die krijgen lekker niet. Ik heb wel echt superveel eten nu, joh. Even kijken, hier een gelieve toast. Daar gaat de magie mee omhoog. Wil jij dat, Mario? Ja, lekker. Aanval en de magie gaan omhoog bij de donuts. Die mag je ook hebben. Oeh, dit is ook wel een goed ding. Let's go, Red. Oh. Oké, Red houdt niet van kikkersoep. Hou jij wel van een muizensnack? Ja, dat wel, hè? Lekkerder. Hey, Steve, hou jij van een golem biefstukkie? Ja, hè? Oh. Oh, hij zit ook gelijk vol. Nou, dan ga ik mezelf ook nog even wat voeren. Oh, hij zit gelijk vol. Zou ik nog bonus ervaringspunten kunnen fixen? Nee, wel een uitjesbon. Net kreeg ik 3 uitjesbonnen als ik in het oranje kwam. Oh, ja, lekker ervaringspunten. Dat is chill. Nee maar, Mario. Hier, geniet ervan. 4400 ervaringspunten. Dat is echt knijteveel. Oeh, en hij kan een vriend HP laten stelen als deze fysiek aanvalt. Oeh, dat... Ja, Mario, ik weet niet. Maar ik denk dat ik wel blij ben dat ik Mario erbij heb gedaan, hoor. Rock en roll gewaad. Voor wie is die? Ik denk voor Luigi. Oh, die is voor Wooloo. Alsjeblieft, Wooloo. Oké, let's go, let's go. Nog een keer ervaringspunten. Nee, nog een keer de kleding. Is op zich ook prima. Want die kan je nu gewoon hartstikke goed verkopen voor 1300 monies. Helemaal prima. Blauw, 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 blauw. Oh, jammer. Oké, guys. Oké, is dit het punt waarop iets gaat gebeuren? Want hier staat wel een uitroepteken. Wat gaat hier gebeuren? Is hier de duistere vorst? Of gaat hier nog wat anders gebeuren? Wil ik het eigenlijk wel weten? En ik vraag aan Red van... Hey, weet jij wat draken zijn? Nou, Red die weet dat wel. Het zijn enorme beesten. Hè? Ze hebben schubben en ze kunnen vliegen en vuur spuwen. A.K.A. Charizard G. Wie is jouw favoriete draak eigenlijk? Laat het weten in de comments. Maar goed, ze bestaan natuurlijk niet echt, zeg Rikachu. Oh jee, is dit een voorbode? Gaan we een draak tegenkomen in deze toren? Er gaat hier in ieder geval iets gebeuren. En ik vraag me af, wat? En Red vraagt ook, wat is dit? En we horen enorme voetstappen. Ja hoor, het is een draak. Oh nee. Wat is dit voor een zieke draak? Het is de draak genaamd Draak. Ja, wel origineel. Oké, wat gaan we hier dan doen, jongens? Red gaat gelijk voor de verrassingsaanval. Die duikt er gelijk bovenop. En Mario gaat er gelijk overheen met een foutmelding. Steve die krijgt gelijk Epona. Dat is ook chill. Ik krijg ook gelijk Epona. En het is jammer dat ik niet te paard aanval kan doen. Want er zijn geen vrienden die hulp nodig hebben blijkbaar. Dat is jammer. Dus dan gaan we maar gewoon een normale aanval doen. Beam, 90 HP eraf. Oké, we krijgen nu best wel wat vuur op onze bakkes. En nog een keer. Oh, hij sloopt iedereen de moeder. En Red, die is even lekker met pensioen of zo. Die is even lekker aan het chillen. Ik laat Steve even in hypermodus gaan. We kunnen ook gewoon allemaal in hypermodus. Gewoon keihard hypermodus voor life, jongen. Let's go. Hypermodus, kom op, Red. Kom op, Mario. We helpen hem allemaal. Oh, dit is zo nice. Zag deze klap. Oh, iedereen hielp Red. En dat is dus de friendship level 20. Ideaal. Dan geef je zulke harde klappen met z'n allen. We gaan eens even kijken hoe het er met de tegenstander voor staat. En hij is nu al gelijk voor de helft dood, hè. Oh, dit is zo nice. Let's go. Pak hem, Rikachu. Ja, flankeren. Lekker, Mario. Beam, beam. Oh, heerlijk dit. Ik weet niet, volgens mij zijn er... Ja, er zijn er 2 bang. Red en Mario zijn bang. Dus één van hun moet eventjes naar de schuilplek. Zo. Misschien kan ik trouwens hun ook wel helpen, hoor. Oh, Red is alweer beter. Oh, super nice. Mario nog niet. Dan gaat die nu even naar de schuilplek. En dan hoop ik dat ik en Steve nog even lekker in de hypermodus kunnen aanvallen. Come on, pak hem. Blapam. Hoe gaat het met de draak? Die gaat lekker vuur spuwen. En... Ik weet niet wat er gebeurde. Ik kreeg ook nog een tik. Ik ga de HP-strooisel even op Steve en Red gooien. En hoe gaat het eigenlijk met de draak? Oh, de draak is bijna dood. Oh, we zijn echt zo goed nu, jongen. Dit is zo'n lekker teampie. We maken hem kapot, jongen. Met een briesje erbij. Ja, en dat is hem gewoon. De draak is gewoon al weg. Dit is geen Charizard, jongens. Alhoewel, ja, Charizard is ook geen Dragon-type eigenlijk. Dat is nog steeds een van de raarste dingen ooit in Pokémon. Dit was een Goomy of zo. Oh, wat lekker. De draak mag lekker gaan slapen. Of, wacht even. Hij komt terug. Nee, hij komt terug. Maar wacht even. Hij ziet er super aardig uit nu.
Hij kan praten, hij vraagt waar ben ik. Jullie hebben me geholpen. Enorm bedankt. Graag gedaan, Draki. Oh, dit voelt een beetje als How to Tame Your Dragon. Gewoon die film. Met Toothless. Geweldig. Dit is ook zo'n leuke, vriendelijke draak. Dit is Dominic de draak. What up, Dominic? Hij weet niet zo goed wat er is gebeurd, maar volgens mij heb ik er een puinhoop van gemaakt. Ja, maar daar kon je niet zo heel veel aan doen, jongen. We vergeven je. Kan je ons helpen misschien, Dominic? Oh, rustig. Niet bijten. Hij is moe geworden van al dat rondstampen. Oh, je gaat lekker tukken? Oké, is goed. Ik dacht dat Dominic ons misschien ging helpen, maar nee hoor. Hij ging ons helemaal niet helpen. Beetje jammer wel, Dominic. Wel echt een super fijn draakje. Hij was wel leuk. Hoppakee, friendship level tussen mij en Epona. En ja hoor, niveau 21. Maar misschien moet er even iemand anders betere matties worden met Epona. Red, misschien jij, jongen. Wilde iemand nog wat hebben? Ja, Steve die wil weer een nieuw wapentje hebben. Steve, je krijgt alles, jongen. Je bent onderdeel van het final van het eindteam. Je kan alles krijgen wat je wil, jongen. Als jij gelukkig wordt van een sterrenkoekenpan, dan krijg jij een sterrenkoekenpan. En Red, wat wil jij hebben? Jij wil een nieuwe outfit? Geen probleem, jongen. Ik ben net Sinterklaasie vandaag. Ik gooi alles jullie kant op. Ziet er niet zo mooi uit, dus alleen het effect dragen. Voor de rest nog iemand? Nou ja, Shadow en Zelda. Jullie worden gescoord. Sorry. We blijven natuurlijk iedere ronde even eten. Sorry dat je dit niet lekker vindt, Red. Misschien vind jij dit wel lekker. Oh, ik geef alleen maar verkeerd eten, joh. Koningssoep dan? Nee, ook niet. Het is allemaal niet goed vandaag. Steve, wil jij proteïne? Ook al niet. Jongens, wat is er met jullie aan de hand, joh? Nou, weet je wat? Dan toch lekker niet, joh. In de volgende aflevering gaan we misschien de duistere Force wel pakken. We hebben nu de draak gepakt. Doe een duimpje omhoog als je deze video's vet vindt. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!